Dit is les, maar men is snel. Men is snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen snel, die helpt. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrikt. Hallo, 6 VWO Wiskunde A. Welkom bij Wiskunde met meneer Snel. Jullie hebben, als het goed is, net een esteetje gemaakt. En het lijkt me leuk om samen eventjes te kijken naar de sommetjes. Je ziet hier het ding. Het toets. En nou, dit ken je wel. 10 vragen, 43 punten. En het formuleblad natuurlijk. Misschien had je er wat aan. En dan hebben we hier natuurlijk om te beginnen een som over helling. Gegeven is de volgende grafiek. Figuur, nou een mooie 30 graads functie. En dan zeggen ze voor de eerste vraag. Gaan we ervan uit dat deze grafiek een hellinggrafiek is. Schets op de uitwerkbijlage een globale grafiek waarvan dit de hellinggrafiek is. Laat duidelijk zien hoe je aan de grafiek komt. Oké, nou, ik heb toevallig hier op het bord al die bijlage ook gezet, zodat ik er mooi in kan tekenen. En je moest twee dingen beheersen, zeg maar. Je moest van een grafiek de hellinggrafiek gaan maken, kunnen maken, maar je moest ook, als de hellinggrafiek gegeven was, moest je kunnen laten zien van hoe de oorspronkelijke grafiek er ongeveer uitzag. Nou, dat doe je door te kijken naar de belangrijke punten van die hellinggrafiek. En de belangrijke punten van de hellinggrafiek zijn deze drie punten. Hier is namelijk de helling 0. De oorspronkelijke grafiek gaat hier van dalen naar stijgen. Want hier is de helling negatief en hier is de helling positief. Hier gaat hij van stijgen naar dalen. De helling is hier positief en hier negatief, dus dan ga je van stijgen naar dalen. En hier gaat hij weer van dalen naar stijgen. Nou, als een grafiek eerst daalt en daarna stijgt, dan heb je een dal. Dus ergens op deze lijn, hier, zit een dal. En dat dal teken je dan laag, zodat als je straks een top tekent, of een berg, dan teken je hoger en dan kan je het goed aan elkaar vastmaken. Dus dit hier is ook de helling 0, dus nou, dan gaan we ook doorverbinden naar boven. Zo. Dus hier is ergens een top. En hier is de helling weer, of hier gaat de helling weer van min naar plus, dus je gaat de grafiek van dalen naar stijgen en dan heb je dus weer een dal. Dus wat ik verwacht dat jullie hebben getekend is ongeveer zoiets, zo'n grafiekje zo. Zoiets kan natuurlijk wel wat mooier doen, maar het idee is, hier moet een dal zitten, hier moet een top zitten, hier moet een dal zitten en je moet even aangeven van hey, dit punt waar het nul is, waar de helling nul is, heb ik verbonden met deze, met dit dal. Dit punt dat hoort bij die berg, dit punt hoort bij dat dal. Dat zit. Som 1, dat was 5 punten die je vrij makkelijk had moeten kunnen verdienen, denk ik. Oké, nou, vraag 2. Wat is dan vraag 2? De formule die bij de bovenstaande grafiek hoort is fx is een zesde x tot de derde min een derde x kwadraat min 5 zesde x plus 3. En dan zeggen ze met breken met behulp van differentiëren de coördinaten van de toppen. Oké, nou, dat gaan we wel doen. Maar ik wil hem ook even in de rekenmachine zetten. En ik gebruik hier even de nieuwe rekenmachine. Zodat de leerlingen die volgend jaar deze bespreking kijken, dat die ook eens wat zien met die nieuwe rekenmachine. Want ik heb heel veel filmpjes met de oude. Dus nou, dat is ook eens leuk voor jullie om te zien wat je mist. Dus 1 zesde, bovendien kunnen jullie wel met dat ding overweg. 1 zesde x tot de derde. En dan min een derde x kwadraat. Oké. En dan min 5 zesde. Nou, daar hebben we geen breukenknop voor. Maar dat kan je oplossen door te zeggen, nou ik doe 5 plus 5 zesde. 5 plus 5 zesde, dat is 5 zesde. Ik moet wel het haakje aan het eind zetten hier zo. Zo. X plus 3. Nou, en die voeren we dan in en dan kunnen we hem laten tekenen. Dan, nou, dat klopt ongeveer wel. En dan kan je hier gaan vragen waar de toppen zitten. Daar heb je niks aan, want ja, je moet natuurlijk de toppen berekenen met de afgeleide. Maar het is leuk om even te kijken waar ze zitten. Dus deze zit bij min 2,81 nog wat. Ja, dat had ik hier ook. En die andere, dus dan moet je weer calculate doen. Dan moet je voor het minimum. Find minimum. Dat minimum zit bij 4,14 nog wat. Ja. Nou oké. Maar dit moeten we dus gaan berekenen met behulp van de afgeleide. Dus we moeten eerst die functie f. Die moeten we gaan differentiëren. Nou, schrijf hem even over. Fx is een zesde
x tot de derde min een derde x kwadraat min 5 5 zesde x plus 3. En dan gaan we differentiëren. Nou, deze is nog wel te differentiëren, denk ik. Dat was gewoon het kunstje dat je die macht ervoor moest zetten en dan hier eentje minder doen. Dus je krijgt hier een zesde keer 3 keer x kwadraat min een derde keer 2 keer x min 5 5 zesde. En ik denk dat de meeste van jullie het gewoon meteen hebben uitgerekend. Hè. Dit is een extra tussenstap om het uit te leggen. Maar je had ook gewoon meteen een half x kwadraat min 2 derde x min 5 5 zesde mogen opschrijven. Oké, nou en dan willen we dat dit 0 is. Want die toppen zitten altijd op plekken waar de afgeleide 0 is. Want als de afgeleide 0 is, dan heb je een horizontale raaklijn. En dat hebben we net ook gezien toen we som 1 deden. Dus nou, hoe vind je dan de nulpunten van zo'n ding? Nou, die voer je in je rekenmachine. Dus bijvoorbeeld in deze. Die is toegestaan op het examen. Als je de goede versie van een besturingssysteem hebt. En hij heeft voordelen en nadelen. Er is geen perfecte rekenmachine. Oké, dus dit is dan een half x kwadraat. Zo. En min 2 derde x. Min die 5 5 zesde. En omdat we hier niet echt een breukenknop hebben, kunnen we dat zo intoetsen. Zo. Oké, hebben we dat goed gedaan? Ik denk het wel. Nou, die zetten we erin. En dan gaan we die ook tekenen. Gaan we tekenen met graph. En je ziet dus hier, dat die afgeleide 0 is. Hè? Die blauwe is de afgeleide. En inderdaad, hier zit die top. Hier is de afgeleide ook 0. En daar zit inderdaad dat dal. Dus nu gaan we nulpunten zoeken. Dus ik schrijf eventjes maar op met calc 0, zoals we het met jullie rekenmachine opschrijven. Dus dan doen we I1 is dit. Calc 0 geeft. Nou, en dan zijn er als het goed is twee waarden voor x. Het handige van deze is dat je niet hoeft te rommelen met het spinnetje of zo. Je kan gewoon vrij makkelijk allebei die nulpunten geven. Dus we kunnen zeggen, nou, ik wil iets weten over g. Wat wil ik weten over g? Find. Nou, ik wil weten wanneer die 0 is. Ik wil de zeros zoeken. Nou, die hier is de eerste, zie je dat? Min 2,81 nog wat. Oké, en wat ik nu even wil proberen, even kijken of dit antwoord nu ook nog staat in de x. Want we willen er nog iets mee. Nee, hij staat niet in x. Oké. Dus we moeten nog even kijken wat hier de handige methode voor is. En die andere, ja, als ik nou niet terug was gegaan naar het homescreen, dan had ik gewoon op pijltje opzij kunnen doen en dan het andere nulpunt kunnen vinden. Dat zal ik even laten zien. Zo, volgens mij moet je hem copy-pasten trouwens, dat kan wel. Dus find en dan doe je het minimum, oh nee, zeros. Hè? En dan hebben we hier die ene zero, die hadden we net ook. En hier hebben we de andere zero. Dus je kan makkelijk switchen tussen die zeros. Je hoeft niet 2 keer het hele verhaal te doen. Niet 6 keer een spinnetje te laten lopen. Je krijgt het gewoon, eigenlijk krijg je het gewoon cadeau. Dus dit is dan 4, of 1, 4, 6, 7, 9 enzovoort. Dus kijk, kan ik hier iets van kopiëren. En wat kopieert hij dan eigenlijk? Even kijken hoor. Het is voor mij een beetje nieuw. Kan ik iets plakken nu? Nee. Ja, in ieder geval, we hebben deze twee waarden voor x en nu moeten we de y-waarde nog vinden. Dus dan zeg je nou, x is min 2,81 puntje puntje geeft y is. En dan moet je die x gaan invullen in die formule. Maar we hebben die formule er al in staan. Dus we kunnen gewoon hier naar de rode grafiek. Deze. En dan kunnen we voor x intoetsen min. Merk op dat deze rekenmachine maar één minteken heeft. Dus dan kan je ze ook niet verkeerd doen. Min 2,81 3 4 3 6. En dan kom je uit op 13,06 voor de i. Oké. En er staat niet bij hoeveel decimalen het moet zijn. Dus ja, 2 decimalen is vast wel goed. En die andere x die kun je nu ook invullen. Dat is 4,14
6, 7, 6, 9. En dat geeft als antwoord een min 15,04. Dus 4,1 puntje, puntje, puntje. Geeft I is min 15,04. Oké, nou, dat is leuk. Dan hebben we nu de coördinaten van de toppen gevonden. Hè? De x-coördinaten en de y-coördinaten. Zonder confrontinstructie, dus dat mogen we lekker zelf weten. Nou, en dan hebben ze nu opeens een andere functie. Gx is 8 gedeeld door x tot de derde plus 6 keer. Dan wordt toch een x tot de derde plus 2. En dan zeggen ze van ja, wat is daar de afgeleide van? Dus dat lijkt een beetje op wat we net deden. Maar deze functie is een stukje moeilijker om te differentiëren. Dan moet je wat technieken voor beheersen om deze te kunnen differentiëren. Dus daar gaan we nog even naar kijken. Dus 8 gedeeld door x tot de derde plus 6 keer de wortel van x tot de derde plus 2. Nou, eigenlijk valt de functie uiteen in twee aparte stukken. Je moet die differentiëren en je moet die differentiëren en dan de antwoorden optellen. Dus laten we ze gewoon even apart bekijken eerst. Kijk, als je wil weten wat de afgeleide van 8 gedeeld door x tot de derde is, dan moet je dit even schrijven als een macht van x. Dan zeg je, oh, dat is hetzelfde als 8 keer x tot de min derde. Weet je nog? Want zo'n deling, dat kon je vervangen door zo'n minteken. En dit zat in de vorm die je kent. Hè? Iets keer x tot een machtig getalletje. Dat betekent dat die 8 blijft staan. Dat getalletje komt ervoor. En in de macht gaat er eentje af. Dus hier kom je dan uit op 3 keer 8. Dat is min 24. X tot de min 4e. Hè? En we hadden ooit afgesproken dat als er in de som geen negatieve en gebroken exponenten staan, dat het in het antwoord ook niet mag. Dus dan moet je die tot de min 4e moet je weer even onder de deelstreep schrijven. Dus dan krijg je hier 24 gedeeld door x tot de 4e. En die regel dat we hier van x tot de min 4 daarna gedeeld door x tot de 4e gaan, dat is dezelfde regel als dat je hier van x tot de derde naar x tot de min derde gaat. Dus het eerste deel hebben we gedifferentieerd. Dus als we ons antwoord straks opschrijven, moeten we deze pakken voor die. En die differentiëren, ja, dat is een wortel met iets erin. Dus hoe zat dat ook alweer? Nou, heel eventjes terugkijken. De wortel van x. In de eerste plaats, je kan uit je hoofd geleerd hebben dat de afgeleide van de wortel van x 1 gedeeld door 2 keer de wortel van x is. Maar ik wil even laten zien waarom het ook weer zo was. Dus wortel x, dat was x tot de macht een half. En als je ging differentiëren, dan moest die macht ervoor. En in de macht gaat er eentje af. Maar een half min 1, dat is min een half. En die min hier, dat is weer je gedeeld door. Dus je krijgt hier een half keer 1 gedeeld door x tot de macht een half. Maar x tot de macht een half, dat hebben we hier ook, dat was wortel x. Dus hier staat gewoon 1 gedeeld door 2 keer de wortel van x. Maar ja, het is niet alleen maar de wortel van x, het is de wortel van iets. Hè? En daarom heb je ook de kettingregel nodig. En de kettingregel in de context van een wortel zegt het volgende. De afgeleide van de wortel van iets is gewoon eigenlijk hetzelfde als de afgeleide van de wortel van x, zie je dat? Dus 1 gedeeld door 2 keer wat erin staat, iets. Maar je moet ook nog vermenigvuldigen met de afgeleide van wat erin staat. Hè? Dat is de kettingregel. Ja, ik zie op het beeld rare dingen gebeuren, maar jullie zien dat gelukkig niet. Dus dat is mooi. Oké. Dus hoe doen we dat als die iets gelijk is aan x tot de derde plus 2? Of eigenlijk nog 6. Hè? 6 keer de wortel van x tot de derde plus 2. Oké, nou, die 6 is een constante waar je mee vermenigvuldigt. Die blijft gewoon staan, dat wordt 6. Dan krijg je 1 gedeeld door 2 keer de wortel van die binnenkant. Die verandert niet, hè? Dat blijft gewoon x tot de derde plus 2. Maar je moet dan vermenigvuldigen met de afgeleide van x tot de derde plus 2. Dus x tot de derde plus 2 gedifferentieerd. Oké, nou wat krijg je dan? Je krijgt in ieder geval een 6 en een 2. En als je een 6 en een 2 door elkaar deelt, dan krijg je een 3. Die schrijven we even boven. Onder hebben we die wortel van x kwadraat plus 2. En dan moeten we vermenigvuldigen met de afgeleide van x tot de derde plus 2. Ja, maar dat is gewoon 3x kwadraat. Dus het antwoord is van die onderste 9x kwadraat. Gedeeld door de wortel van x kwadraat plus 2. Oké. Oké, ik zie dat ik dat op mijn eigen dingetje verkeerd heb. Ik heb hier een factor 2, maar dat moet natuurlijk een factor 3 zijn. Dus dat is mooi. Nou, en het antwoord van de som, hè, die g-accent, laten we dat nog even netjes opschrijven. Dat is de afgeleide van dit ding plus de afgeleide van dat ding. Dus dat is min 24 gedeeld door x tot de vierde
En dan plus 9 x kwadraat gedeeld door de wortel van x tot de derde. Dit is een tot de derde. X tot de derde plus 2. Oké, nou, dat is een leuke som. Ik ga heel even dit ding weghalen, want die boeit me even niet. Bam. En dan heb ik minder last met dingen die veranderen op mijn scherm, terwijl jullie dat niet zien. Oké, nou, dat was leuk. Dat was het hoofdstuk differentiëren en helling en zo. Hè? Nou, dan komt nu een stukje exponentieel. Media-interesse, bla 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 bla. Voor een zekere gebeurtenis G gaan we uit van het model I is 100 keer 0,960 tot de macht T. I is de interesse in procent en T is de tijd in dagen. Bereken hoeveel interesse er is na een week. Nou, kijk. T is 0 is aan het begin. Hè, dus, en T is in dagen. Dus dan moeten we gewoon 7 invullen voor T. Dus een invuloefening krijgen we zomaar 2 punten voor. Dat is bijna cadeau, zou ik denken. Dus ik denk dat jullie dit heel goed hebben gedaan. Maar ik weet het nog niet, want ik heb het nog niet nagekeken. Jullie hebben hem nog niet eens gemaakt terwijl ik dit filmpje maak. Dus dat kan ik nog niet weten. Maar ik vermoed het wel. Dus je moet 100 keer 0,960 tot de macht 7 doen. Nou, oké. 100 keer 0,96 tot de macht 7. En dan kom je uit op 75,1 procent. Het was in procenten. Dus laten we die zogenaamde eenheid er dan maar even bijschrijven. Oké, nou, gaan we naar som 5. Als er geen andere heftige gebeurtenis gebeurt, zal naar G de interesse volgens het model blijven dalen. Een onderzoeker wil weten wanneer het voor het eerst minder dan 50% interesse is. Onderzoek naar hoeveel dagen dat gebeurt, rondaf op hele dagen. Oké, dus eigenlijk willen we dat 100 keer 0,96 tot de macht T, en dat is het aantal dagen, gelijk is aan de helft. 50%. Nou, dit kan je op 2 manieren oplossen. Je kan zeggen van, weet je, ik gooi dit in mijn rekenmachine, functie 1, functie 2, of in de solver, en dat moet gelijk zijn. Maar je kan ook dit gewoon met logaritme doen. Hè? Je hebt immers logaritme gehad, dus ik wil het even met logaritme doen. Dan delen we eerst even alles door 100. Dus dan zeggen we 0,96 tot de macht T is 0,5. En dan herken je iets van deze vorm. Grondtal tot de macht exponent is uitkomst. En dit kun je vertalen naar grondtal log uitkomst is exponent. En die exponent, die t, die willen we weten. Dus we kunnen nu zeggen, oh, maar die exponent is gewoon grondtal log uitkomst. Dus 0,96 log 0,5. Oké, nou, jullie rekenmachine heeft daar een log base voor. En deze heeft dat ook. En dan moet je het grondtal onder de grond schrijven. Dat is net als op jullie rekenmachine. En dan moet er binnen in de log het antwoord wat je eruit wil hebben. En dat is een half. En wat hier dan uitkomt is de exponent. Dus het is 16,97 nog wat. Dus dat is na 17 dagen is het gehalveerd. Oké, dat is mooi. Goed, dat was om 5. Ook de media heeft te maken met een verdienmodel, bla 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 bla. Even kijken hoor. Ze willen de formule andersom schrijven. Hiertoe is het nodig formule te herschrijven. Dus we hebben deze formule. I is 100 keer 0,96 tot de macht T. En zij willen die formule schrijven in de vorm T is puntje, 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 puntje. Nou, ik denk dat jullie dit wel een moeilijke som vonden. Maar laten we maar even kijken of we dit kunnen. Je kan het op meerdere manieren aanpakken. Ik denk dat ik even gebruik wil maken van dit regeltje. Want dan krijgen we in ieder geval op een of andere manier een log. Dus we willen iets hebben grondtal tot de macht exponent is uitkomst. En dan, dat betekent dat die 100, hè, die, er staat hier niks voor de 2 tot de derde. Die 100 moet even weg. Dus dan gaan we schrijven. 100ste i is 0,96 tot de macht t. En nu kunnen we gaan zeggen wat t is. Dat is mooi, want we willen weten wat t is. Dus
Want t is hier de exponent. Hè? Dit is de uitkomst, dit is het grondtal, dit is de exponent. En zoals we weten hebben we een formule voor de exponent. Namelijk t is grondtal log uitkomst. En nu hebben we t eigenlijk al. Het probleem is alleen dat in de toets zeggen ze van ja, je moet niet zomaar een formule hebben voor t. Je moet die formule voor t schrijven als getalletje keer log i plus b. Dus nu heb je nog die rekenregels van de logaritme nodig om dit een beetje te masseren in iets wat je wil hebben. Nou, het eerste wat je kan doen is, je ziet dat die i hier alleen in de log staat. Hier staat een vermenigvuldiging, 1/100 keer i. Dus laten we heel even op het formuleblad kijken of er iets staat over wat je moet doen als er binnen in de log een vermenigvuldiging staat. Nou, je ziet het. G log a keer b is de g log van het ene getalletje in het product plus de g log van het andere getalletje in het product. Dat kunnen we gebruiken. Laat het maar even zo staan. Dus je krijgt hier 0,96 log het van het ene getalletje. Dus dan laten we dat gewoon even met i doen. Plus 0,96 log en dan het andere getalletje, de 1/100. Dat is mooi, want nu heb ik al die b. Kijk maar. Die b is dit. Dus die gaan we zo uitrekenen. 0,96 log i is wat anders dan a log i. Hè? Jullie weten als het goed is nog dat als er gewoon log staat, dan is het 10 log. Hè? 10, we hebben een tientallig stelsel, 10 is vet belangrijk, 10 heeft een eigen logaritme. Hoe komen we dat stomme grondtal af? Nou, daar is ook een rekenregel voor. Kijk maar. Met de rekenregel g log a is p log a gedeeld p log g, kan je je eigen grondtal kiezen. Kies je eigen grondtal. Dus we vergeten dat grondtal g, dat zetten we onder in die log ergens en dan kiezen we gewoon een nieuw grondtal. Dus dat gaan we doen. En we kiezen het grondtal 10. Dus dan krijgen we hier, dus bovenin krijg je 10 log i. En onderin krijg je 10 log 0,96. Deze hadden we al, die 0,96. Log 1/100. En je kan dan zeggen, ja maar meneer, kan je ook nog dit grondtal veranderen? En dat hoeft niet, deze gaan we gewoon intoetsen en dan komt een getalletje uit en dat is dan b. Nog even iets wat pijnlijk is voor sommige leerlingen. Kijk, hier heb je een breuk toch? Iets gedeeld door iets. Dus dat is van de vorm a gedeeld door b. En dit kan je ook schrijven als 1 gedeeld door b keer a. En als je dat hier doet, dan krijg je gewoon hier iets wat je kan uitrekenen. 1 gedeeld door 10 log 0,96 keer 10 log i plus 0,96 log 1/100. Dus dit kunnen we uitrekenen. Dit wordt a, hè, dat is het getalletje voor die log. En dit is het losse getalletje, dus dat rekenen we nog even uit. En dan zitten we onderaan het bord. Ja, oké. Okay. Nou, we gaan straks toch een nieuwe som doen. Doen we even hierachter. Dus we rekenen uit 1 gedeeld door 10 log 0,96. En 10 log is de gewone log op je rekenmachine. Dus daar hoef je niet een log base voor op te zoeken. 96. Ja. Dus dat is min 56,4. Ja. Ik controleer af en toe even of ik hetzelfde antwoord heb als wat ik al had gedaan. Zodat ik hier niet al te veel onzin vertel. Dus min 0,64 keer log i. Hè? Want als er niks stond was het automatisch 10. Dus die 10 hoef je niet op te schrijven. Mag wel of niet. En dan moeten we ook nog eventjes 0,96 log 1/100 berekenen. En dat kan met log base. Kijk, hij staat er nog op. Zie je dat? Dus zetten we het grondtal onder de grond. Dat is eigenlijk ook wel een beetje logisch. En hier doen we dan die 1/100. En dan komt een getalletje uit. Dat is 122,8. Ik heb een minteken verschil. Oké, interessant. Nou, dan moeten we nou kijken. Maar volgens mij is dit wel goed. Dus dit wordt 122,8. Oké, nou dat is leuk. Dus nu hebben we de formule geschreven in de vorm t is
getalletje keer log i plus getalletje. En dat is best een lange berekening. Eigenlijk, je denkt misschien dat je hier klaar bent. Oké, ik heb t vrijgemaakt. Maar dan moet je nog twee rekenregels van log gebruiken voordat het is wat je wil. Dus een beetje vervelend. Oké, nou, dat was dan de som over het exponentiële gebeuren. En dan hebben we hier nog een som over de avondvierdaagse. Elk jaar is er voor de basisschoolleerlingen en ouders een avondvierdaagse. Dat kon ook tijdens corona, maar dan mocht je niet met z'n allen in de buitenlucht, want dat was gevaarlijk. En dan had je de thuisvierdaagse en dan mocht je gewoon in een bepaalde periode 4 avonden achter elkaar een route lopen van ongeveer 5 kilometer. Oké. En dan moet je met een app je routes bijhouden, zodat ze je kunnen volgen en zo. Oké. Bla 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 bla. De afstanden van die routes, die waren normaal verdeeld met een gemiddelde van 5 kilometer en 263 meter, met een standaardafwijking van 251 meter. Dan zegt ze bij som 7, beredeneer zonder gebruik te maken van de normale verdelingsfunctie van de grafische rekenmachine, hoeveel procent van de routes tussen bla en bla kilometer werden gelopen. Dat zijn natuurlijk die vuistregels waar we het over hebben gehad. Hè? Dus je hebt hier dat gemiddelde, en dat geef ik gewoon in kilometer, dat is 5,263 kilometer. Zo, dus als we dat even tekenen. Dan hebben we hier die normale verdeling, zo, ongeveer. Hier zit het gemiddelde van 5,263. En dan hebben we hier een lijntje, en hier een lijntje, en hier een lijntje, en hier een lijntje. Dat is steeds de standaardafwijking verder. En die standaardafwijking, die geven we ook een kilometer, dat was 0,251. Ja, en als je dat hebt gedaan, dan kan je hier die getalletjes berekenen. Dus dat gaan we even doen. Dus we gaan doen 5,263 plus 0,251. Dat is 5,514. En dan gaan we ook nog die uitrekenen. Dan moeten we er nog een keer 0,251 bij doen. En dan komen we op 5,765. Hey, dat is leuk. Dat getal staat hier ook in de som. Zie je dat? Dat is toevallig. En dan gaan we ook nog even de andere kant op rekenen. Dus dan doen we er 5,263 min 0,251. En dan krijgen we 5,012. Dus kennelijk is de vraag van hoeveel procent zit hier tussen? Nou dat deed je door op te merken dat hier was 34% hè, dit vakje. Dit vakje was ook 34%, samen is het 68%. En die twee stukjes die waren samen 27. Dit was 13,5. Dus wat je dan moet uitrekenen hier bij deze som is gewoon van, je pakt die en die, dus 68 plus 13,5. En dan weet je hoeveel procent dat ongeveer is. En dat is 81,5. Dus even netjes opschrijven nog, die sigma is 0,25. En dat zie je eigenlijk alleen maar als je dat schetsje maakt. Hè? Daarom ben ik altijd zo dol op schetsjes maken. Dus even kijken hoeveel procent van de routes. Dus 81,5%. Ja, bij benadering. Nou, dat was dus de bedoeling dat je dat zonder normal CDF zou doen. Gewoon op basis van die getalletjes die je natuurlijk kent. Nou, meneer Jonker heeft toegang tot elke route van de thuisvierdaagse. Elke route. Hij kan gewoon met zijn privévliegtuig naar elk deel van het land daar een route doen. Hij wil elk van de 52 weekenden van een jaar een wandeltocht maken met zijn kinderen en kiest daarvoor een willekeurig uit de opgeslagen routes. Mocht hij dezelfde route kiezen, gaat hij die ook lopen. Bereken de kans dat hij hoogstens 4 keer geen route langer dan 5 kilometer kiest. Geen route langer dan 5 kilometer. Nou, merk op, de meeste routes zijn langer dan 5 kilometer. Hè? Als ik even hier dat plaatje hergebruik van som 7. Die 5 kilometer of zo, die zit hier. Als we geen route langer dan 5 kilometer willen hebben, dus dan moeten we eigenlijk de kans hebben op route die korter is dan 5 kilometer. Dat is dit.
Dus laten we eerst eventjes de kans berekenen dat een route korter is dan 5 kilometer. Dus we hebben hier x is onze normaal verdeelde kansvariabele. Dat is de lengte van een gekozen route. Van een willekeurige route. En we willen de kans berekenen dat die x kleiner is dan 5 kilometer. Oké, nou dat doen we met normaal CDF. Dus normaal CDF, ik kort het even af. De linkergrens is min oneindig. Laten we zeggen min 10 tot macht 99. De rechtergrens is 5, even met punt komma, want we hebben straks dat gemiddelde van 5,263. En de standaardafwijking van 0,251. En dan komt hier een getalletje uit. Dus even kijken, kunnen we dat? We doen gewoon hier iets met probability, zie je dat? En dan hebben we distributions, de normale verdeling, normal CDF met twee getalletjes. En dan de linkergrens was, ik denk dat dit makkelijker is met een één getalletje te doen, maar goed. Min 10 tot de macht 99. 5,263. En 0. Oh, nee, die komma stond er al. Ik dacht ook net van, hoe heb ik net die komma gevonden? Ik weet ook niet waar die zit, maar die heb ik niet gebruikt, want de commas waren al in beeld. Oké, dus hier komt het getalletje uit, dat is 0,1473. Dat hier ook. Ja. Oké. Okay. 0,1473. Misschien kunnen we deze er dan wel even kopiëren. Dus dan doen we copy. En dan gaan we. Ja, dan moeten we iets anders doen. Dus nu moeten we zeggen: ik heb 52 keer ga ik een route kiezen. De kans dat die route korter is dan 5 kilometer is 0,147 nog wat. En het is ook nog wat trouwens, hè, want dat is niet afgerond. En dan is x, is nu hebben we een nieuwe x. X is het aantal routes korter dan 5 kilometer. Oké, en wat willen we? Hoogstens 4 keer geen route. Dus hoogstens 4 betekent 0, 1, 2, 3 of 4. Dus x is kleiner dan of gelijk aan 4. Nou, dat deden we met binom CDF, hè. Binom CDF, de binomiale cumulatieve distribution function met die 52 en die kans, hè, dus die 0,14 puntje puntje, die ik ga hopelijk ga pasten in de binom CDF in die rekenmachine. En hier dan de 4. Oké, nou, dus dan moeten we eventjes terug hier, dan gaan we weer onze toolbox openen, maar nu gaan we naar binomiaal en dan hebben we hier binom CDF. En de binom CDF op deze rekenmachine werkt andersom. Je moet eerst de 4 opschrijven en dan pas de 52. Oké, nou, dus 4. En in deze ga ik plakken. Werkt dat? Ja, dat is mooi. En hier dan die 52. Oké, lukt dit? Nee, heb ik het verkeerd gedaan? Moet het toch andersom? Oké, dat vind ik verdacht. Oké, we pakken hem en we draaien het om en dan werkt het misschien wel. Oh nee, die kans moest aan het eind staan. Oké, dus hier moet er 52. En hier moet een komma. Zo. Oké, dan plak ik hem wel opnieuw. Zo. Bam. Werkt dit wel? Ja. Dus die kans is iets van 0,101 of wat kansen, zoiets. 0,1017. Oké, nou, dat had ik met de andere rekenmachine ook, dus dat is ongetwijfeld goed. Som 9, zeggen ze dan. Bereken de verwachtingswaarde van het aantal dagen dat meneer Jonker langer dan 5,1 kilometer loopt. Dus nogmaals, hij doet het 52 keer. Maar de kans op succes is nu opeens de kans dat deze x langer is, groter is dan 5,1. Dus die kansen moeten we weer even uitrekenen met normaal CDF. Dus we doen normaal CDF met als linkergrens 5,1. Als rechtergrens oneindig. En dan als gemiddelde 5,263.
En als standaardafwijking 0,251. Een beetje vervelende getallen. Maar goed. Oké, dan gaan we terug naar normal. En dan doen we normal CDF. En dan in die normal CDF doen we 5,1. En 10 tot de macht 99. Als in een waanzinnig groot getal. En dan 2,263. En dan 0,251. Dus nu gaan we uitrekenen wat de kans is dat een route langer is dan 5,1. Nou, die kans zal best groot zijn. Dat is deze kans. 0,7419 nog wat. En nou, dit getal, dat is die kans. En nu moeten we dus gaan zeggen van x is aantal routes langer dan 5,1. Het is eigenlijk niet netjes dat ik elke keer die x herdefinieer, maar goed. Aantal routes die langer zijn dan 5,1 van de 52. Hè. Nou, die verwachtingswaarde, die breek je met NKP. En N was 52 en P was die 0,7 nog wat. Staat hier in mijn rekenmachine. Dus als ik deze gewoon keer 52 doe, dan heb ik een verwachtingswaarde van 38. Moet er nog iets op helen of zo? Nee. Dus nou, laten we gewoon twee decimalen doen. 38,58 is de verwachtingswaarde. Jee. Oké, nou, en dan gaan we ook nog iets doen. Meneer Ibrahimi hoorde het gemiddelde van de thuisvierdaags en denkt dat de meeste mensen hebben. Vals gespeeld en denkt dus dat het gemiddelde lager moet zijn. Hij heeft de afstanden bijgehouden van zichzelf en 18 vrienden en collega's en kwam uit op een gemiddelde van 5,198. Aha, dus dit is zo'n hypothesetoets. Hè? Het gemiddelde, laten we het nog even opschrijven, de nulhypothese. Het gemiddelde zou 5,263 moeten zijn. Maar die meneer Ibrahimi die houdt eigenlijk een soort van steekproef. Hè, omdat hij denkt dat het gemiddelde helemaal niet 5,263 is. Maar het gemiddelde is lager dan 5,263. Nou, hij doet de steekproef en dan komt er een gemiddelde uit van iets van 5,2 of zo bijna. En dan hebben we geleerd in de les van ja, die steekproef geeft misschien wel wat lager gemiddelde aan. Maar dan kan je niet meteen concluderen van oh, dat gemiddelde klopt niet. Hè? Want in 50% van de gevallen is het gemiddelde lager, 50% van de gevallen is het gemiddelde hoger. Het is nooit precies 5,263. Dus wanneer wijkt het nou te veel af en wanneer is het nou toch nog wel oké? Nou ja, dat werkte op de volgende manier. Je ging kijken naar de verdeling van het steekproefgemiddelde. Dus x met een streepje erboven is steekproefgemiddelde. En we gaan die, om die verdeling te maken, gaan we uit van een nulhypothese. Dus we gaan zeggen, oké, nou, als ik allemaal dingen optel en deel door het aantal met een gemiddelde van 5,263, hè, dan is dat gemiddelde van die steekproef gemiddeld ook 5,263. Dus het gemiddelde voor de normale verdeling van het steekproefgemiddelde is gelijk aan 5,263. Maar wat is de standaardafwijking van die steekproef? Nou, jullie hadden geleerd, je moest de standaardafwijking van één ding nemen. En dat weten we, dat was die 0,251, die was gegeven. En dan moest je delen door het aantal dingetjes in die steekproef. En dan moet je eventjes, dat is een klein beetje een instinker. Kijk, bij die thuisvierdaagse moet je 4 keer een afstand lopen. En hij kijkt naar de getalletjes van zichzelf en 18 vrienden en collega's, dus er zijn 19 mensen die allemaal 4 afstanden hebben gelopen. Dus het aantal afstanden wat hier in die steekproef zit is 19 keer 4. En als je hier natuurlijk een ander getal hebt, betekent niet dat je opeens 0 punten hebt voor zo'n 10. Maar het is wel een duidelijke tienenbreker natuurlijk. Dus het gemiddelde wat je dan, of de standaardafwijking die je dan krijgt is 0,251 gedeeld door de wortel van 19 keer 4. Oké. Dat is tamelijk kleine standaardafwijking, zie je dat?
Dus dat betekent dat als je hier gaat kijken, dan moet er 0,28 bij worden geteld. Dus dan heb je hier 5,263. Oh ja, als je het afrondt zelfs 29. Hè. Dus wacht even, we gaan het eventjes even kopiëren. Zo. En dan tellen we hier even, dat tellen we even bij dat gemiddelde. Hoef je trouwens niet te doen voor de som hoor, maar dat is gewoon even om een idee te hebben van waar we nou eigenlijk mee bezig zijn. Dus dan kom je uit op 5,29 zeg maar, 5,291. En als je dan nog een keer dat getalletje erbij telt, dan kom je uit op 5,32. 5,321. En dan kan je het ook de andere kant op doen. Dus dan doe je die 5,263 min dat getalletje wat we hadden opgeslagen. En dat is 5,234. En als je hem er nog een keertje van afhaalt. Ja, dat is het nadeel van die aparte min. Dat als je een plus doet, krijg je automatisch een ans erbij. Maar als je de min doet, krijg je niet automatisch een ans. Want het had ook een min van negatief getal kunnen zijn. Dus het is een nadeel van de keuze van 1 min. Het is allemaal een trade-off. En dan kom je uit op 5,2. Hey. Dus die steekproefuitslag die ze hebben, deze, die 5,198, dit is best wel klein. Dat zit hier nog wel onder. Dat zit hier onder dat gebied van die 2,5%. Maar waar zit het dan precies? Nou, dat kunnen we uitrekenen. We gaan de overschrijdingskans berekenen. Overschrijdingskans. En de overschrijdingskans, dat was de kans op steekproefuitslag of erger. Dus dat is de kans dat je steekproefuitslag kleiner is dan de echte steekproefuitslag 5,198. Nou, dat is weer een normaal CDF. Normaal CDF. Linkergrens was min oneindig, zeg maar. Rechtergrens was die 5,198. Dan hebben we hier dat gemiddelde van die 5,263. En hier onze standaardafwijking, hè, die 0,028 puntje, puntje, puntje. Oké, dat gaan we intoetsen. Dus we gaan hier naar normaal CDF. Dan staat hier nog op. Het eerste getalletje was die min oneindig. Dus min 10 tot de macht 99. Het tweede getalletje is die 5,198. En dan hebben we ook nog die 5,263. En dan nog dat getalletje wat we hadden gecopy-paste, weet je nog, die standaardafwijking. Die kans is heel klein, 0,0119 nog wat. Ja, hij is misschien wel klein, maar er staat hier dat je moet berekenen met een significantieniveau van 1%. En dit is nog net groter dan 1%, zie je dat? Dus... En we hadden gezegd van, nou kijk, als die kans klein is, dan zeggen we van, oh oké, okay, dan zal haar nul wel fout zijn. En als die kans niet klein is, dan zeggen we, nou oké, okay, misschien is haar nul wel gewoon goed. En wie bepaalt dan of de kans groot of klein is? Nou, dat bepaalt het significantieniveau. En dit is groter dan het significantieniveau, dus het is groot. Dit kan best, zeggen we dan. En dat betekent dat je zegt van, nou, ik ga haar nul niet verwerpen. En dan kunnen we zeggen, nou, er is geen aanleiding. Om aan te nemen dat er vals is gespeeld. Oké. En het lijkt alsof deze uitspraak ontzettend veel zekerheid geeft. Maar die conclusie volgt eigenlijk alleen maar uit de keuze van je significantieniveau. Als dit net wat lager zou zijn geweest, dan hadden we wel aangenomen dat er vals was gespeeld. Dus het is een soort schijnzekerheid. Maar ja, als je iets over zoiets wil zeggen, is dit een manier om dat te doen. En dan hopelijk heb je er dan wat aan. Goed, nou, dan stel ik voor dat we nog even gaan afsluiten. Ik hoop... Dit is Les met Menis. Hey, wat is dit? Ik hoop dat jullie het een leuke stay vonden. En dan dank ik jullie voor de aandacht. Tot de volgende keer. Dag. Dag. Dit is
is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen, snel die huil. Pieter maak je huiswerk, hij kan zien als je het overschrijft. Hij kan zien als je het overschrijft. Meneer Snel, bro, ja, dat is een feit. HBO of universiteit. Meneer Snel, die soort dat jij bereikt. Tienen halen, je zal niet gaan falen. Deze les is gratis, je gaat niet betalen. Op meneer Snel valt niet te haten. Vertel je moeder of vertel je vader. Ja, dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen, snel die huil. Pieter maak je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft.